Click. Can you quick save? I'm a tunnel. Wat? De lagen daar bij dat gekke gat ook nog? Jesus daar Christ. Heb ik ze niet ge. Okay. Shadowheart moet echt niet daar staan. Zij zal gelijk neergaan. Huh? Kan je Shadowheart naar ons toe halen? Zodat we voor haar staan? Dat kan, wacht. En ik kan ze wel blessen. Hier zo? Ja. En dan kan je ons kiezen. Nice. Oké. Okay. No, you blessed yourself! Wat heb ik gedaan? Je hebt jezelf geblest. Oh, oeps. Touch. Anyway. Wauw. Mis. Rip. Maar als ze geen wapen meer hebben, dan kunnen ze toch ook niks meer doen? Jawel, ze kunnen spel casten. Oh. Oh ja. Ja. What? Ik ben geblest en ik mis? Excuse me? Action search, baby. Try again. Ooh, crit. Nice. Get fucked. Okay. Wat? Waarom valt hij mij niet aan? Bitch. Nice. Ik had verwacht dat ik sneak attack zou hebben. Ja, heb je wel sneak attack aangeklikt? Ja. Oh, dan moet je van tevoren aanklikken. Ja. Oh, nee. Wauw, lame. Ja. Wat kan ik het beste doen? Shadowheart hem laten attacken. Ja, maar van een afstand of? Ja, ze heeft zo weinig health. Ja, en je ik kan haar een beetje beter een beetje van ver weg houden. Doe Sacred Flame. Als het raakt, zijn de undead. Dus radiant damage doet extra veel damage. No! Wow. Het zit ons echt niet mee. Excuse me? Die silenced her? King Ray of Frost. Ah! This is so annoying. En nou houdt ze concentration. Wat is deze bitch? Ik ga jou eerst duwen. Dan kan ik tenminste fatsoenlijk. Fuck you. Dood. Nu is ze niet meer gesilenced, dus ze kan weer spells casten. Gelukkig. Zijn met een Ray of Frost? Oh, als ik nog een keer word geraakt, ga ik down, denk ik. Unarmed strike, oké. Nou ja. Wacht. Let's end this. Hit him with the sacred flame. Oh ja, dat was belangrijk, ja. Dat was het zo. Vierde. Nice.
Ik kan ook nog Healing Word doen. Zal ik dat doen? Ja, maar dan moet je even kijken of je het op jezelf wilt doen. Want like, Shadowheart wordt nu niet aangevallen. Oké. Ik heb sneak attack nou. Ik weet nooit zo goed hoe dat waarom. Oh nee, zie je, ik heb geen sneak attack. Nee, oké. Ja, dat komt omdat er niemand naast staat. I mean, je kan Shadowheart ernaast laten staan. Hem sneak attacken. Oh ja. Ja. Can't afford to let up. Zou dit ernaast genoeg zijn? Volgens mij wel. Dus als je nu op sneak klikt, ja, moet het wel kunnen. Hoppatee! Dat zal niet nu uit. Zal ik hem duwen, zodat Shadowheart weer weg kan lopen. Ah. Damn it. Dan moet ik mijn turn enden. Ja. Wat is dat met hun silence? Wat een bitches. Direct. Nice. Okay. Nice. En hij failed de concentration. Oh, ik had potion moeten slikken. Zou ik hem weer sneak attacken? Nee, dat is niet per se nodig. Die is nog maar 3. Ik kan misschien met Shadowheart hem killen. Ja? Sacred Flame? Ah, oh, Sacred Flame had ik moeten doen, ja. Fuck. Ik ben nog niet zo heel goed in het spel. That's okay. Ik bouw jou eigenlijk up, maar dat is misschien niet handig. Oké, deze is nu dead. Kan het best hier blijven staan voor die ene die om het hoekje staat? Ja, er is alleen nog die recht tegenover je staat. Kan een van jullie twee nog aanvallen? Niet, stay focused. Nee. Oké. Okay. Nee. Nee, klopt. Oef. Nou zeg. The bitch. Uh-oh. Yes. Not enough movement. Ja, je bent gefrosted. Oh, maar gefrost. Ja. En met de andere kan ik je ook niet pakken. Oké. Wat ik ga doen met deze dudes. Spelslots hebben zij. Unlimited. Unlimited power. Yay. Is er ergens een healboom? Nope. Helaas niet. I mean, als we met Withers hebben gepraat, kunnen we een long rest nemen.
waarom gebeurt er niks? Kan je mij niet kijken? Nee. Oh. Misschien als hij begint te praten? Nee, aan deze kant gebeurt niks. Kan je nu wel meekijken? Nee. What the fuck? Oh. Ik kan ook niet meer lopen, ik kan alleen maar rondjes draaien. Naar onze camp. Oh. Hallo. Wil je long resten? Ja, dat is goed. Go to camp. Oh. Oh, dat is genoeg. Ik had long rest moeten klikken. Oeps. Maar dit werkt ook. Long rest. Oh, wait. We willen toch nog met Nettie praten? Ja, weet ik niet. That's how you make, like, them like you. Hmm. Waar is, ja. What's up for discussion? Lizelle has a dangerous look in her eyes. Let's just hope she reserves those impulses for any common foes. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Easy is often less interesting. Besides, we've plenty of reason to rely on each other already. You can't confide in just anyone about a monster in your head. Sweet of you, but don't worry. I'm sure you'll get to know me just fine by traveling together. No need for interrogations just yet. Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well. Ze approved. Woo! Oh, Margaret vraagt of we nog aan het spelen zijn. Ben jij er nog? Ja, sorry, ik was even mijn medicijn aan het innemen. Ah. Ja. Het is een goed moment dat ze mee kan doen. Maar ze weer toch aan het long resten zijn. Mhm. You must find my kind. The first symptoms should have been since started, though. That is what puzzles me. Yes, if you give it no further thought. But anomaly. Where is she? Ja, dan moeten we iemand kicken. Ja, dan moeten we een NPC uit onze party kicken als Margaret mee wil doen. Ja, Shadowheart. Wat? Of lees al. Ik denk dat we even moeten kijken wat Margaret gaat spelen. Mm-hmm. Oh, ze wil nog even kijken. Zou jij het naar haar kunnen streamen aangezien ik al een pot mee ben? Ja, dat kan ik. Ja, hoezo wil ze nou weer niet meedoen?
can talk later. Oh, dat maakt mij echt niet uit, hoor. Nou, zeg. Ja, jij bent te veel te bevriend met die Lyzel. What's on your mind? Let's see. I hail from Waterdeep, city of Splendors. I am a wizard of considerable acclaim and scholar of exceptional accomplishment. Hello. Yo. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. Margit? Hi. Hi. Ja, kunnen jullie mij nu horen? Ja. Zeker. Nu kunnen jullie horen. There. Ik had mijn geluid nog niet over mijn microfoon lopen, sorry. No problemo. En hoe gaat het? Wil het allemaal een beetje lukken? Jawel. Nice. Jullie zijn nu aan het long rest. Wat hebben jullie allemaal al gedaan? We hebben Withers. Oeh. En we hebben Asterion, Gale, Lyzel en Shadowheart gevonden. Holy shit, we zijn druk bezig geweest. Ja, ja. Je hebt al keiveel van de Origin Companions hebben jullie al. Ja, en we hebben de Archdevil op de schip verslagen, want die achievement had ik nog niet. Oh nice, wist je trouwens dat die Archdevil, die, als je hem verslaat, dan dropt hij zo'n soort, weet? Ja, die heb ik aan DSL gegeven. Ja, I know, maar de grap is dus, ik hoorde later van Thijs of van Rob, iemand die zei dat je blijkbaar als je, afhankelijk van je klas, als je een Magic Caster speelt die command kan doen, kun je ook gewoon die kerel commanden om zijn zwaard te laten vallen. En dan heb je gewoon het zwaard en dan hoef je hem verder helemaal niet te killen en dan kun je wegrennen en dan heb je een supergoed zwaard zonder dat je hem hebt hoeven bevechten. But we did well. Nice. We hadden een mindplayer in us die eerst kon tanken, maar hij killed us. Ik ben zo sad. Oh no. Oké, fuck. Ik heb ongeluk continue gedrukt. Dus ik moet eerst weer even uit mijn eigen playthrough. Oh ja, misschien moet Milan je uitnodigen. Ja. Ja, ik zat even te denken hoe dat moet. Want iedere keer als ik een samen heb gespeeld met mensen, dan werd het ook gewoon voor mij gedaan. Dus hier, klik hier. Oh, oké. Ja, hij moet je uitnodigen en dan kan je gewoon via Steam Friend. Kan je... Volgens mij wel. Ja. Hoe nodig ik jou uit? Dat is een goede vraag. Zijn we überhaupt Steam Friends? Nee. Daarom. Laten we dat eerst doen. Ja. Kan ik je uitnodigen? Kan ook. Omdat je in dezelfde party zit misschien. Ja. Geef me mijn friends Steam. Oh nee, ik kan invite to watch doen, maar niet... Oké, wacht. Dan ga ik naar mijn Steam. En dan zullen we überhaupt gewoon Milan en ik even elkaar befrienden op Steam. Woo! Friends. Ah, de friend. Wat is jouw friend code? Moment. Oh, daar is hij. Even kijken. Friends. Mijn friend code is... Hey, Verana speelt Hogwarts Legacy. Nice. 279. 690. 690 054. Zou zo een ledennummer kunnen zijn. Dank sprites. Send invite. March. Yup, March.
Nice. Oké. Okay. Ik denk dat ik zo... Wacht, bij multiplayer kan ik toch in principe gewoon... like jullie server in. Ik moet alleen weten hoe jullie server heet. Ik heb die volgens mij geen naam gegeven. Shine Sprites Lobby. Dat denk ik best wel eens dat jij dat zou kunnen zijn. Dat denk ik ook. Connect. Kijken wat hij doet, toch? Oeh, another player is joining. Nou, yes. Zie je? Probleem opgelost. Wat ga je spelen? Geen idee. Ik laat de keuzestress denk ik gewoon toeslaan en ik klik iets. Nou, ik wil, het enige wat ik niet wil, ik wil geen druid en geen fighter. Want die ben ik al in andere playthroughs. Oké. Want ik dacht, als je melee character gaat, dan neem ik gewoon het zwaard af van Lezel. En dan kan jij die gebruiken. En dan kicken we haar uit de party. Weet je wat? Misschien ga ik wel gewoon heel classic barbarian. Oké. Okay. I will take the sword from her and give it to you. I will be the frontliner. Wacht, wat zijn jullie trouwens? Oh, dat had ik getypt in de chat. Ik ben een warlock en Milan is rogue. Oh, dat heb ik gewoon nog niet gelezen, sorry. Dat is oké. Okay. Rogue, nice. Want dan kunnen we nog wel onze healer meenemen. Als we deze al gewoon kicken. Ik ga voor een gnome barbarian, omdat het altijd grappig is. Nice. Super tiny te zijn. It's maar so wel funny. Heel angry. Ik ga ondertussen nog even naar het toilet. Doe dat. Ik zal opschieten. Ik zal u niet te lang ophouden. Ja, hij moest ook op mij wachten. Ik was druk bezig met mijn character maken. Stomme vraag misschien. Maar heeft een van jullie characters de Speak with Animals spel? Nee. Want ik weet dat het echt silly is, maar in deze game zitten zoveel dingen verbonden aan gesprekken met dieren. Ja, ik had superveel van die potions. Ja, true. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk wel heel veel supplies. Weet je wat? Ik ga wel voor Deep Gnome. Barbarian. En mijn background is... Je unarmored defense heeft te maken met je dex, toch? Kan je er niet overheen hofferen dat hij het vertelt? Oh ja. Yeah. While not wearing armor, you can add your constitution modifier to your armor class. Het is hier dus anders dan in de actual game. Dus ik moet mijn con en mijn strength hoog maken. Am I gonna go... Oké, okay, jullie zijn jullie somewhat intelligent characters? I don't know. Ik heb namelijk de neiging om gewoon mijn wiz en mijn charisma naar 10 te zetten en het op al mijn like mijn dex en mijn con en zo. Ik heb plus 1 op intelligence. Oké. Okay. Ik heb gewoon 10 is een 0, toch? Ja. Oké. Okay. Dan heb ik op een En dan heb ik mijn intelligence een 8, mijn wisdom een 10, mijn charisma een 10. Maar mijn strength een 17, dex 14 en con 15. Dat sounds about right. Waarom had Shadowheart me? I don't know, man. Well. It was also a pity. You started it so well, saving me from the Nightaloid and all. And I dacht, what did I do? Je bent bevriend met Lezel. Ik ben helemaal niet bevriend met haar. She doesn't like me. Ja, maar Lezel lijkt niemand. Oké. Okay. Kijk, mijn appearance randomizer? Nee.
Oh, moet ik nou ook weer mijn Guardian maken? Daar heb ik zo geen zin in. Ja, dan maak je de Guardian dan. Ja. Hou je kop dan. Nou. Where you going? Ik heb misschien wel een sleutel voor die kist. Ja, we hebben allemaal onze eigen traveler's chest. Oh. Goed, is eigenlijk gekleurd ook. Een gele, die vind ik mooi. Oh, de gele is van mij. Woe! Of course. Geel, hell yeah. Oh. Vraag me af of het gewoon de eerste is die je klikt. Oh. Want ik klikte als eerst op groen en toen ging die open. Nou ja, dan hebben jullie geluk. Of dat heeft Milan geluk in ieder geval. Oh ja, Margaret, vind je het erg als dit ook een soort van content wordt? Op zich niet, nee. Oké, okay. Mooi. Withers! Wie? Kom ik dan met mijn superleuke voice chat op jouw channel of alleen gewoon de screen recording van de game? Ook de voice als je dat niet erg vindt. Anders niet. Guess not. Dan moet ik er alleen aan wennen dat technisch gezien andere mensen meeluisteren naar dingen die ik zeg. Ja, je moet gewoon doen als hoe je het normaal speelt, hoor. There are many answers to that question. Voor jou, deze gast is eng. Don't attack him. Nee, dat doe ik ook niet. No. I love when you go, are you gonna explain further? Okay. He goes, no. A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Because and look very ugly doing it. To explain. A matter of coin. Ik heb wel echt struggles met de hairstyles in deze game. Ja. Yeah. Allemaal zo overdreven. We like acceleration. Oh, fuck, nee. Oh, no, I don't do it today. I just wanted to light a fire. Just want the fire. No, 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 no. Zie jij nu de inkpot gaan? Oh, oh ja. Wat okay. Fuck? Ik heb mijn character klaar. Ik heb een beetje gespeedrunned, I guess. Maar dan duurt het niet zo lang. Oké. Okay.
Welkom. Oh, moet ik heel even de... hoe heet die? De Guardian randomizer. Oké, ik weet dat het een randomize button met een reden is, maar sommige combinaties die hieruit komen kunnen echt niet. Dat would be fucking hilarious. Oh, sorry, mag je schelden op je kanaal? Ja hoor. Oké. Of moet je dan alles gaan piepen? Nee hoor. Oh ja, dit is goed genoeg, hier doe ik het voor. Venture forth. Dus wat is het verhaal achter die inkpot? Ik kan die inkpot aan bewegen. Hmm. Well, is dat niet de naam van jouw andere? Klopt, maar ik had echt zoiets. Ik heb keuzestress en ik heb geen zin om een nieuwe originele naam te bedenken. Dus alsjeblieft. The Everburning Blade. Dat is zo. Thank you. Enjoy. Thank you. Ik heb gewoon de naam van mijn fighter gebruikt. Can you levelen. Can you wear armor? Unarmored defense though. Ik weet niet. Ik zal eens kijken. Oh ja. Yeah. Ik heb wel armor proficiencies, maar ik weet gewoon even niet welke. Je kan wel level up. Ja. Gelukkig hoef ik nog niks moeilijks te kiezen. Het is gewoon je bent level up succes. Je hebt meteen ook de meeste HP. Yup, lang leven barbarians. Als jij niet de amulet of de last voices gaat dragen, mag ik hem dan dragen? Zou je vroeger dan mij? Ja. Ik denk het, want ik heb geen amulet. Een monumentje. Eens even kijken. Mijn armor class is nu 14, omdat ik mijn dex en mijn con bij 10 op mag tellen, maar nou moet ik even kijken welke proficiencies ik heb. Ik mag light armor en medium armor en shield, dus als je medium armor hebt die beter is dan 14. Nee, degene die we van Shadowheart hebben afgepakt is 13. Ah, nee, dan hou ik gewoon lekker aan wat ik nu heb. Dit komt wel, als we verder spelen. Ja, ik heb nog chain shirt. Ook voor 13, ja. Nou, 14 it is. Okay. Yes, long rest. Oei. Ja. Oké. Let's go. Zijn we nou of willen we nog praten met mensen? Nee. Zijn we nou long gerest of niet? Ja, oh, Gil, het is wel toch? Ja, als maar... het is wel. Of we moeten eerst nog op go to bed klikken, denk ik, toch? Want we staan allemaal in onze pyjama's, maar we hebben nog niet long rest. Oh, nee, inderdaad, want Gil heeft go een... Go to hell? Een... Ja. Waarom zijn jullie ruzie aan het maken met mensen? You're a good sport. Go to hell. An everyday expression. So trivial it's almost meaningless. But we've seen hell. It's real. Hebben jullie Gil ook al magical artifacts moeten voeren en zo? Nee, hij is echt pas net. Ah. Devils, dragons, mind flayers. They used to be abstracts. Pictures on a piece of paper. What a difference a day makes. Now we have tadpoles slithering through our heads like carnivorous foeti. That's not abstract. That's the spirit. Let's be up with the lark. Find a healer before the wee one gets hungry. Okay. Go to bed. Oh, someone in camp still wishes. No! I said yes, but I meant no. Okay. Ik heb maar weer... Oh, ja. Shadowheart heeft zijn uitroepteken boven de hoofd. Wat heeft zij nou weer? Waarom zijn deze jullie characters al gelijk zo... I'd be careful with Gale. Ze haten elkaar allemaal of zo? I don't know. He's a wizard. All they care about is power. What the fuck heeft zij? And just to be clear, heel veel issues. Finding a healer is our first priority.
Ik bedoel, Lezel mag ik niet, maar ik begin haar ook steeds minder te mogen. Gil is mijn mattie. Pas op om met Gil. Want voor je het als je te aardig bent tegen Gil, dan wil hij allemaal dingen van jou. Ja. Hij is notoriously horny, volgens het internet. Oeh. Dus als je romaat wilt... Gaan we nu slapen? Ja, volgens mij is er niemand meer die... Long rest, camp supplies, wat moet ik daarmee? Ik doe altijd gewoon op autoselect. Ja, dat. Je kan of helemaal handmatig zelf kiezen welke 40 supplies je wil hebben, of je klikt gewoon autoselect. Dus jij denkt van, oh nee, maar ik wil speciaal alleen die flessen water of zo, dan kun je het ook zelf doen. Ja, er is een achievement dat je een long rest doet met alleen maar alcohol. Oh, wow. Nice. Okay, let's go! Indeedy. Dan moeten we leave camp. Yup. Oh, ga ik niet automatisch mee? Wat? Oh. Nee, ik weet niet, ik ging niet uit. Nee, je staat wel naast ons. Ja, ik heb nou uiteindelijk zelf leave camp geklikt, maar... Een snelle save? Ja, dat is goed. Oké, dus jullie hadden inderdaad net Withers naar kamp gehaald. Ja. Maar we zijn kapot gerailfrost, dus... We needed a long rest. Fair enough. Willen de andere nog... kant op? Ja. Ik volg jullie wel, want jullie weten welke stuk je allemaal al ontdekt hebt hier. Nou, dit is die trap chamber, zeg maar. Ja, maar we hebben nog wel de andere kant van het gebouw. Dus willen we de trap chamber doen? Hebben we zoiets van fuck it? We komen er later voor terug. Kan ook. Dan gaan we naar de andere kant van het gebouw. Ik wou net zeggen, we zijn er nu, toch? Ik ga echt over de vorige keer niet meer herinneren waar we allemaal nog naartoe terug moesten. Dat is waar. Ik weet alleen niet zo goed wat ik daar moet doen. De vorige keer ging... Toen wist ik wel waar de traps zaten, dus ik werd niet gehit of zo. Alleen, ik kon niet verder. Wacht, welke chamber bedoelen jullie dan? Want ik ben hier toen ook geweest. Deze. Dit. Hier zijn heel veel traps. Ah, perception failed. Maar het ding is, er is hier ook niet echt iets buiten dat als je dus een van die traps staat of aan de sarcophagus komt, dat je monsters moet bevechten. Er is ik ging bijna eraan zitten. Dus er is geen loot? Ja, er is al loot. Oké, die chambers hier, dingen aan de zijkant. Zeg maar die sarcophagus die links en rechts zitten. Mm-hmm. Daar kun je volgens mij zonder consequenties aan zitten. Als je die in het midden aanraakt, dan komt er volgens mij een monster uit, als ik het me goed herinner. Oh, oké. Okay. Ja, ik weet dat er traps zijn. Ik ben niet eens goed met perception. Je hebt geen F5, dus ik ga het er gewoon op wagen. Zie je, die heb ik al geloot. Als je die in het midden aanraakt, dan heb je een probleem. Kijk, ik zie hier ook een button op de deur, op de pilaar. Je mag hem indrukken. Nou, ja, de vorige keer gebeurde er niks toen de hemel. Je hoort iets unlocken, maar geen idee wat het is. Er ging hier een brazier aan, of deed een van jullie dat? Oh, dat deed ik, sorry. Oké. Ja, ik weet ook niet wat die button doet. Dat deed bij mij ook al niks. Wacht, ik ga erop klikken, kijken of ik... Ik heb er net op geklikt. Je hoort wel wat, maar... Ja, dat weet ik niet zeker. Ik heb in ieder geval mijn eigen playthrough gewoon... hier alles leeg gehaald, behalve die in het midden. Want die in het midden, als die aanraakt, dan heb je een probleem. And that's it. Alright. Ik had blijkbaar een sleutel voor deze deur. Ja, dan ga jij de tombe uit. Ja. Oh, ik kan die faces ook nog looten, volgens mij. Er zit alleen waarschijnlijk niks in. Jammer de bammer. Ik kom terug. Jullie hebben zeg maar, als je terugloopt waar we vandaan komen, hebben jullie daar links en rechts ook nog niet helemaal ontdekt, toch? Nee, we moesten nog een deel doen waar we vandaan kwamen. Vandaar. Mm-hmm.
De hele avond dat liedje in je hoofd natuurlijk. Ja. All the food. No more prayers. Only silence and dust. Oh, het is nog eetbaar ook. Het is niet beschimmeld. Dat gebeurt ook heel vaak. Ja, er waren hier natuurlijk van die. Oeh, en een inkpot. Van die dudes. Volgens mij kun je deze plaak nog lezen. Ancient, indecipherable text covers the plaque. Whoever worshipped here must be long gone. Oh, ik sta buiten nou. Dit was de exit. Oké. Dit was een exit. En met mijn bandit key, verdorie. Ja, die krijg je natuurlijk pas naar de rand dat je denkt, oh, die was daar straks best handig geweest. Uh-huh. We'll be right back.